Goedemorgen, het is zaterdagochtend. Welkom bij een nieuwe weekvlog. Ik ga weer beginnen. Ik ben op dit moment nog steeds in Portugal. En ik heb nog wat leuke dingen op de planning staan, dus ik neem jullie deze week weer mee. Nou, en met dit weer zijn we de regen van gisteren snel weer vergeten. Dus ik ga heerlijk genieten, even muziekje luisteren, het zonnetje een beetje opwarmen. En dan ga ik vanmiddag lekker met mijn vriendin lunchen die hier woont. Ik ben weg bij het zwembad. Ik heb even lekker omgekleed, opgefrist en nu ga ik even wachten op mijn vriendin, want die komt hier zo heen en dan gaan we naar het strand en dan gaan we lekker lunchen samen en bijkletsen. Het is ook wel even leuk om te laten zien. We zitten in Monte Gordo in Dunamar en dat is dit prachtige complex. Het staat in de duinen en als ik het zwembad uitloop en Porto ga, zit ik op het strand. Nou, we hebben heerlijk samen gegeten, bijgekletst. Zij woont hier, zij is verliefd geworden op Portugees, dus dat is altijd heel erg leuk bijkletsen. En nu wandel ik via de planken. Ze hebben hele mooie planken gemaakt. Hier op het strand wandel ik terug naar het hotel. Aan het insmeren was, omdat ik in bikini lag. En dat is ook een dingetje voor mij, een hele stap. Ik heb heel veel medicatie en een van de vele bijwerkingen is dat ik 20 kilo ben aangekomen in een jaar. En die zit me ontzettend in de weg. Maar ik dacht, ga ik het ervoor laten? Nee. Maar het is wel een struggle waar ik mee bezig ben. Ik vraag me af of jullie dat ook herkennen door medicatie. Dus ik laat het zien. Dat betekent niet dat ik het er niet moeilijk mee heb. Nou, we zijn even naar Villarreal gefietst. Dat is een dorpje hiernaast. Kijk, we zijn een leuk haventje. We gaan even een terrasje pakken. Dus ik ga jullie even het hier laten zien. Paps en mams. En daar aan de overkant, het witte, dat is Spanje. Deze rivier is de grens tussen Portugal en Spanje. Is het lekker het zonnetje? Heerlijk in het zonnetje. En na het uitje naar Villarreal is het tijd om even te gaan rusten voor het eten. Dus dat ga ik even doen. Goedemiddag, het is vandaag maandagmiddag. Ik heb vanmorgen op bed gelegen. Ik heb ingecheckt. Morgenavond vlieg ik terug. En ik heb even een taxi gereserveerd, dus ik weet hoe laat ik opgehaald word. En dat is pas om 4:15 morgenmiddag, dus morgen heb ik ook nog lekker heel de dag. En we gaan nu over het strand wandelen. En dan gaan we even wat drinken bij mijn vriendin. Mijn vriendin heeft een café hier. Dat is Melissa, dezelfde vriendin waar ik van de week ben mee gaan lunchen. Waar ik ontzettend leuke video's mee op had genomen. Die er niet hadden op, die er niet meer op staan. Dus. Zijn mijn vriendin hier. We hebben van de week lekker geluncht, maar dat stond er dus niet op. Dus we dachten, we nemen even een nieuw filmpje op. En dit is Melissa de Café. Gaan we lekker even reclame maken voor je. Dank je. Kijk hier, kijk. Dit is Fantasy in Monte Gordo. En de laatste keer weer, tot de volgende keer weer. Hè? Ja. Nou, ik zit hier lekker in de kamer op mijn e-reader een boek te lezen. Dat is echt een aanrader als je last hebt van je armen, van je nek. Het is heel licht. Ik ben gek op boeken lezen. Ik heb ook een hele kamer vol met boeken. Maar ik kon ze op een gegeven moment niet meer tillen. En dan is dit zo ideaal. Ik denk dat er wel 500 boeken of zo op mijn e-reader staan. Het is lekker licht. Ik kan het overal mee naartoe nemen. Dan kan ik toch lezen. En wat fijn is, is dat er verlichting in zit. En dat is heel prettig lezen. Voor mijn ogen heb ik minder prikkels. Het tweede is mijn tuinstoel. We hebben hier een heerlijke kamer in het hotel. Met op zich een goede bank, een goede stoel, eetkamerstoelen. Maar voor mij zit het allemaal veel te hard. Dus de tussenweg is een tuinstoel hier. En daar zit ik op. En ik zit nu heerlijk met mijn beentjes omhoog. Met een kopje thee te lezen in mijn boek. Kijk, en mijn vader staat weer lekker stroken. Goedemorgen, het is dinsdagochtend. Mijn laatste dagje hier. Ik vlieg vanmiddag weer terug naar huis. En, ik heb eigenlijk niet zo'n zin, maar mijn lijf heeft wel zin. Ik heb echt wel heel erg last van mijn rug nu. Dus de tijd dat ik mijn eigen bedje weer ga vinden. En vorige week liet ik jullie het prachtige uitzicht van het balkon zien.
En vandaag ziet het er zo uit. Ja, en doe even een duimpje omhoog als je ook zo van het ontbijtjes houdt. Het is inmiddels middag. De regen en de mist is weggetrokken. De zon is gekomen, dus ik doe mijn laatste uurtjes nog lekker even bij het zwembad voordat ik naar huis ga. Ik heb het zo koud gekregen bij het zwembad. Ik heb wel gewoon in mijn kleding gelegen, omdat er vrij veel bewolking was. Maar nu is mijn achterkant heel koud, wat mijn pijn verergert. Dus ik moet echt even gaan opwarmen binnen. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga naar de lift, even naar boven, dan heb ik nog een uurtje. En dan gaat de taxi me weer naar het vliegveld brengen. Ik zit lekker onder mijn dekentje met mijn boekje. Kopje thee, even nog gezellig met mijn ouders en dan ga ik straks douchen en me klaarmaken om naar huis te gaan. En we gaan weer naar huis. De taxi heeft me weer naar vader gebracht, naar het vliegveld. En het voordeel van alleen een koffertje, een handbagagekoffertje, is dat ik niet in de lange rij hoef te gaan staan. Weet je of je het daar in de verte... Er staat een hele lange rij bij mijn vlucht, maar die heb ik dus plekken niet nodig. Die sla ik over, dus ik ga op weg naar de douane. En dan zoek ik een rustig plekje, want ik merk dat ik echt onwijs veel pijn heb. Dus ik ga wat extra morfine nemen en dan hoop ik op een goede vlucht. En tijdens het wachten volg ik de vlogcursuslessen van Kelly. Ik ben weer thuis. Ik ga lekker mijn honden krullen en dan ga ik naar bedje toe. Goedemorgen, nog net morgen. Het is 11:30. Ik heb maar 3 uurtjes geslapen vannacht na de vlucht. Dus ik doe vandaag een beetje rustig aan. Wilco is ook vrij, dus we gaan voor boodschapjes doen. En voornamelijk veel met de honden kroelen. En nu ga ik even verder met me klaarmaken. Zo, en ik ben weer klaar voor de dag. En thuis zijn betekent ook weer lekker met de honden wandelen. In de regen. Ik zit in de wachtkamer bij de psycholoog. Ik heb naast chronische pijn ook PTSS, posttraumatische stressstoornis. En mijn psycholoog helpt mij hierbij. Nou, ik ben bij de psycholoog geweest. Ik heb wat boodschappen gehaald. Dat heb ik thuis gegeten en ik heb net staan stofzuigen. En nu breekt het zweet me uit. Dus ik ga eventjes op de bank uitrusten. Heb je zweetslag? Dit is ook zo'n momentje op de dag wat ik zwaar vind. Het is 5:30 geweest. En er is eigenlijk mijn energie op en dan moet ik nog gaan koken. Dus ik ga beginnen. Ik ben even onder de zonnebank geweest. Niet omdat ik heel bruin wil worden, want dan ben ik toch wel af van Portugal. Maar omdat het eigenlijk naast medicatie, en dat is morfine, de enige... plek is waar ik mijn pijn in mijn zenuwen, in mijn benen, in mijn nek wat kan verminderen. En nu eventjes nog naar Zoetermeer. Ik weet niet of dat een goed idee is met Black Friday, maar ik ga even naar de Primark en even wat andere dingetjes halen. En dan begint het weekend. Nou, ik ben thuis en ze willen uit, dus dat is Max. Tommy. Dat is Tommy. En daar is Marusje. Dus ik ga nog even met ze wandelen, lekker. Nou, na die drukte in de stad is dit even lekker mijn hoofd leegmaken. Lekker met de honden. Lekker wandelen. Het is eindelijk weer droog weer met wandelen, want we hebben dagen regen gehad. En, ik ga even met ze genieten, dus ik sluit de vlog af. Als je me wil helpen, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. En tot de volgende vlog.